Hey, hallo jongens en meisjes. Daar zijn we weer met weer een nieuwe workshop van de Hazenblokboer. En dit keer gaan we een kikker maken. Ik heb hem natuurlijk nog niet gemaakt, hè, want ik ga het samen met jullie doen. Nou, voor de kikker nemen we uiteraard een goede ballon. Hoeft niet altijd natuurlijk, hè, want je mag zelf de kleur bepalen. Maar ja, kikkers zijn toch wel meestal groen of bruin. Dat kan ook. Waar we mee beginnen met de kikker is eigenlijk een bolletje. En dat bolletje, daar maak je een pinchpist van. Zo. Voilà. Dat is het begin. Dan maak je twee worstjes. Zo groot ongeveer. Zo. Want dat worden straks zijn ogen. En we maken het nog een keer. Dus je doet eigenlijk precies hetzelfde aan de andere kant. Hoppakee. Zo. Eigenlijk als je dit ziet, dan zou je eigenlijk denken aan een slang. Maar dat is het niet. Want, ik heb al gezegd, we gaan een kikker maken. We maken een loop. Dat wordt zometeen de bek van de vinger. Zo. Die draai je even een beetje om de pinchpist heen. Zo. Dan maak je een heel klein, zo. Klein bosje, dat wordt namelijk het lichaam. Aan het eind van de ballon maak je een heel klein bolletje. Want dat wordt eigenlijk je bevestigingspunt. Want we gaan een grote loop maken. Zo. En waarom doen we dat? Want in die loop gaan we deze voorpootjes. Hè, zo. Gaan die voorpootjes van de kikker in doen. En dan kijkt hij nog een beetje naar de zijkant. Wat ik al zei, deze kleine loop. Dat wordt eigenlijk zijn bek. En om toch te zorgen dat het iets meer een kikker blijft, trekken we hem een beetje uit elkaar. Zo. Nou, de pinchpist, zie je, die zit aan de achterkant. Hij heeft zelfs een staartje. Ik weet niet of kikker een staartje hebben. Ja, als ze heel klein zijn, waarschijnlijk wel. Nou, zo is het natuurlijk een kikker. Maar je mist nog wat, hè? Want we missen nog het gezicht. Nou, wat ik altijd doe, voor een kikker, dus maak 1, 2, schuine. Dan maak ik een vierkantje, zo als oog. Dat geeft net weer iets, het idee dat het een kikker is. Zo. Oké. En natuurlijk even zucht kikkermond. Hoppakee. Neusgaatjes. En dan gaat het net iets meer als een kikker uitzien. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Hij is niet al te moeilijk te maken. Ook weer uit één ballon. En ik ga natuurlijk nog veel meer workshops maken. Ook met twee ballonnen. En misschien nog wel zelfs met drie ballonnen. Maar ja, je moet eerst de basis kennen. Wil je verder kunnen. Nou, veel plezier. En kijk uit dat het niet wegspringt. Doei. Groetjes van de Haagse Ballonnenboer. En stekeltje. De Haagse Ballonnenboer. En stekeltje. Een konijntje of een olifant. Een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier. Wil je een papegaai, een